Mijn leven naar Game of Thrones. Er is leven naar Game of Thrones. Sterker nog, dat is een heel fijn leven naar Game of Thrones. Ik ben wel heel zenuwachtig voor dat onze film uitkomt. Want het is de eerste keer dat we zelf iets hebben gemaakt in de zin van een film. Dus is het heel spannend natuurlijk toch hoe mensen gaan reageren en hoe het gaat vallen allemaal. We werken natuurlijk eigenlijk al best wel langzaam. Het voelt voor ons niet volgens mij als iets helemaal nieuws. Het voelt heel natuurlijk dat vanuit zeg maar samen spelen en bevriend zijn en dan nu die film maken. En van daaruit gaan we ook een televisieserie maken. Onze film is best een tragisch verhaal. Dus het is wel heel prettig om, ja, om dan met je liefste vriendin dat samen te doen. En ook andere, alle zakelijke dingen. En ik vind het wel heel leuk. Je kan niet met iedereen zomaar samenwerken waar je bevriend mee bent. Dat lukt niet altijd. We vullen elkaar heel goed aan en we hebben dezelfde smaak in die end. En ik denk dat we elkaar gewoon heel erg inspireren. Het enige moment dat het even heel eng was, vond ik, dat we andere acteurs gingen casten. Dat betekent dus dat Carice dan tegenspel doet. Dat was dus de eerste keer dat we in die rollen. Ja. En toen waren we allebei, toen moesten we ook heel hard lachen. We waren echt een beetje nerveus. En maar het moment dat we dus gewoon dachten, oké, nou, dan gaan we nu serieus beginnen. Hè, dat de eerste acteurskandidaat binnenkwam. Ja, was het volstrekt. Ja, gewoon, jij gaf je ook totaal over. En ik durfde ook die positie te nemen. En het is in die zin wel een totale samenwerking. Zo voelt het voor mij. Ja, zij is gewoon alsof je, ik kan me voorstellen als je een violist bent, dat je op de allerbeste viool van de hele wereld mag spelen. Ik bedoel, ja, het is natuurlijk ook niet heel moeilijk. Stradivarius. Mijn leven naar Game of Thrones. Er is leven naar Game of Thrones, sterker nog. Dat is een heel fijn leven naar Game of Thrones. Er is niet zo heel veel veranderd. Zoveel was ik daar niet op die set. Ik bedoel, ik vloog in en uit, dus ik heb niet het idee dat ik het nou heel erg mis. Want het, ja. Maar het is een lange periode, dus het is wel heel erg verweven geraakt met de 7 jaar van mijn persoonlijke leven. Dus dat voelt gewoon wel gek, dat een hele tijd is afgesloten. Dat wel, ja. Ik kom wel eens mensen tegen bij de supermarkt en die zeggen dan, oh, je bent even in Nederland. En dan denk ik, ik leef heel tijd in Nederland. Ik ben bijna nooit in Amerika. Dat is een grappig beeld dat mensen hebben. Vind ik ook prima trouwens, want laat ze maar denken dat ik weg ben. Ik heb zoveel zin in het avontuur met Talina. Ja, nee, maar echt. Wat zij net zei over mij, dat geldt ook aan de andere kant. Ik ben ook zeer geïnspireerd door haar en haar gedrevenheid en haar ongelooflijke creativiteit. Dat heeft gewoon geen eind, lijkt het wel. We hebben veel ideeën, veel ambitie. Dus we moeten er gewoon logistiek voor elkaar zien te krijgen. Maar we zijn heel goed begonnen en ik ben echt ongelooflijk trots op onze eerste film.